Zo, het is juli 2017. Ik moet eerlijk zeggen dat de zomer is niet mijn favoriete vistijd. Is het jouw favoriete vistijd? Het is absoluut de winter. Echt zomer, dat is absoluut not done. Nee, het is veel te druk aan het water. Je kan eigenlijk niet je ding doen. En dat vinden we allebei wel leuk. Dus we hebben een plek gezocht waar echt nooit never niemand komt. Echt 5 uur zijn we bezig om hier überhaupt te kunnen voeren. En we hebben vannacht even een sessie gedaan. En met succes. Het is zelfs zo afgelegen dat ik niet eens meer weet hoe ik terug moet komen. Dus, nee. Ja. Deze plek komt ook niet voor op Google Earth. Het is gewoon... Het is er niet. Ja, het is er niet. Het bestaat niet. Nee. Maar goed... Het is het allemaal waard geweest. Ja, het is het waard geweest. Maar tegelijkertijd hebben we ook besloten om deze plek achter ons te laten. En dan misschien een keer in de paaiperiode weer te bezoeken. Ja, zeker. Zeker. Ja, want het kost zo gruwelijk veel tijd. En er zijn nog andere verlaten plekken waar niemand komt. Want iedereen gaat naar hetzelfde water. En dat gaan wij ook doen. Maar pas als iedereen weer weg is. Ja, en dit is gewoon, hoe zal ik het zeggen, de Olympische Spelen voor karpervissers. Ja. 4 uur heen, 4 uur terug, alleen om te voeren. Ja, 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. En dan nog een boterpomp. Oh ja. En we hebben pinguïns en we hebben mieren en we hebben kevers. Ja, en we hebben vooral veel mieren. Ja, echt. De rest is helemaal opgezet. Het lijkt wel een soort Michelin mannetje, maar dan met rode vlekken. Maar dat hoort erbij, we moeten niet janken. Het zou karpervissen. Ik zou zeggen, kijk lekker naar het filmpje en hopelijk amuseer je. En tot het volgende filmpje. Ik zeg toedeledokie. Doei. Gast is niet goed. Hallo. Oei. Nee, we hopen op een schub van een pontje of 14. Ja, daar gaan we voor. Dat is wel het ultieme doel. Ja, absoluut. Dat zou de kroon op het werk zijn, denk ik. Ja, en Andres zijn streven was om zijn voeten droog te houden. Dat heeft hij precies een half minuut volgehouden. Best net. Ik zat op mijn enkels in het water en we moeten nog gaan slapen. En,